Hallo, ik ben Arjan en welkom terug bij LEGO Jurassic World. We zitten in het verhaal van Jurassic Park, de derde film, Jurassic Park 3. En we zijn net ten nauwnood ontsnapt aan dat grote monster wat daar vast zit. En nu gaan we door naar ons volgende verhaal met Dr. Alan Grant en de familie Kirby. Nou ja, de familie Kirby, meneer en mevrouw Kirby. En die heeft ons wat uit te leggen. Oké, wat kunnen wij hiermee? Nog niet zoveel, denk ik. Want dan moeten we dit watertje over. Dat kan natuurlijk niet zomaar. Daarvoor moeten we waarschijnlijk nog wat doen. Oh ja, wacht even, ik zie het al. Meneer Kirby hebben we nodig. Die kan dat ding naar beneden sleuren. En dan kunnen we verder. Oh! Nog een keer. Daar is een hoofd. Weer van die kleine rotbeestjes. Hoppelop. We hebben de vorige keer hadden we ook zo last van. En die blijft maar komen, denk ik. Oké. Hier moet ik weer wat van maken. Ik weet niet wat het moet worden. Oh, dat dekt dat gat mee af. Maar nu snap ik het. Dus dat andere gat dat we net hebben gebouwd, dat dekt ook dit ding af. Nou, dat is goed om te weten. Dr. Grant. Die kan dit allemaal lekker kapot maken. En dan gaan we door. You let a 12-year-old go parasailing alone? No! He was with a friend of mine. Ben Hildebrand. How long have they been missing? 8 weeks. Almost 8 weeks. So why me? He said we needed someone who'd been on the island before. I have never been on this island. Sure you have. That was Isla Nublar. This is Isla Sorna. Site B. Nobody move a muscle. Be quiet. Was that about me? Oké, Dr. Grant, die zit vast. Daar moeten we wat aan doen. Wij moeten rustig aan doen, maar ja. Op een of andere manier horen ze het nooit als we de boel helemaal kort en klein slaan. Dus dat kan ook nu gewoon. Zo, we kunnen tenminste wat zien, hè. Dat is ook belangrijk. Wat ligt daaronder voor iets bruins? Oh, dat is niks. It's Dr. Grant. Kunnen we die eruit halen? Ja, dat gaan we doen. Kom op. Alright. Oh, kijk eens aan. Die is vrijgespeeld. Daar kunnen we er wat mee gaan beginnen. Wow. Alright. I'd rather take my chances with the T-Rex than the Spinosaurus. Maybe we can distract it. Nou, laten we dat eens proberen. Laten we proberen af te leiden. Hier is in ieder geval iets waar Dr. Grant in kan springen. Yep. Of kan opgraven. Wat is dit? Komt hij tevoorschijn? En daar is ook nog iets wat we kunnen maken, zie ik links. Oké. Beide gevallen dingen waar meneer Kirby zeg maar aan kan slingeren. Dus laten we dat eens doen. Oké, wat hebben we hier? Hopsakee, komt u maar. Deze kant ook nog. Ja, kan dat hier? Good luck. Oké, nu is het gevecht verder weg. Dat scheelt enorm. Oké, we moeten overschakelen. Oh, we gaan al wat met die. Oh, met hem doen. Oké, prima. Oké,
En rondje, kijk eens aan. Oké, we moeten naar boven. Dat gaan we doen. Maar, zoals je weet, ik wil eerst nog even verkennen. Kijken of ik geen rommeltjes laat liggen die ik graag had willen meenemen. Het zal wel niet, maar je weet het nooit. En anders is het altijd weer lekker scoren. En dan kan ik, als ik niet opneem, in ieder geval met allerlei karakters leuke dingen mee doen. Oh, kan ik die wat maken hier? Nee, niet. Hopsakee. Nou, ondertussen vechten ze achterin vrolijk verder. Wij gaan naar boven daar. Oh, aan de kant. Yes. Wat is dit eigenlijk voor iets? Dat is niks, hè? Nee. Oh, ik moet nog wat maken hier, zie ik. Oh, wacht. Wat wordt dat? Nou, iets waar we er 3 van hebben in elk geval. Oké. Nou, daar zie ik er nog één. Laten we dat meteen maar maken. Dat is nummer 2 van 3. En daar zie ik iets waar we tegenaan moeten schieten. Ik weet niet wat het gaat worden, maar... oh, dit moeten we oppakken. We gaan even op speurtocht. Wat gaan wij vinden? Oh, dat is een heel ingewikkeld ding. Wat wordt het? Ah, gaan we iets naar ze toe gooien? We better not miss. Tuurlijk niet. Over to you, Dr. Grant. Nou, doe je ding, Dr. Grant. Snijd maar kapot. En we gaan denk ik overschakelen naar de dino's, ja. Nou, daar gaan we dan, hè. Yes, X. Rondje. Kijk eens aan. Lekker bezig. Oké, daar gaan we niet heen. Maar hier kunnen we Kirby weer voor gebruiken. Dus. Wat gaat hij ermee doen? Doe eens. Zit er wat in? Er zit zeker wat in. Hier gaan we wat van maken. Nou. Ga eens even aan de kant. Waarom kan ik nog niks maken? Kan ik daar niks maken? Wat gek, het ligt er toch? Heel vreemd. Of moet ik dit nog even kapot slaan? Ik snap hier helemaal niks van. Nou, laten we maar verder gaan. Oh, misschien moet er nog wat bij. Misschien doet hier nog wat. Ja, kijk. Juist, en nu kunnen we wat maken. Iets groots. Nou, dan moet één persoon dus even via de katapult die kant op. Dan kunnen we niet verder, dus laten we dat eens even doen. Laten we Dr. Grandma die kant op sturen. Nee, laten we Kirby die kant op sturen. Slotverrekening zijn schuld dat we hier zitten. Dus Kirby. Maar net toch niet. Wacht, zo doen we dat. En nu gaan we naar Kirby. En jij mag jumpen. Oh, dan heb ik het nog verkeerd. Ik dacht dat Kirby al zou gaan. Nou ja, prima. Dan gaat toch de Grant op. We redden het vast wel. Ik zal proberen hem niet dood te laten gaan. En daar is nummer 3 van 3. Hopsakee. Nou, wat hebben we hier? Moeten we daar nog wat van maken? Nee, lijkt er niet op.
We moeten daar tegenaan douwen, ik weet het. We gaan het doen. We gaan het tegenaan douwen. Kijk, nu zijn ze weer vrij. En dan gaan we het weer proberen met de dino. En tot slot een rondje. Ik weet niet voor wie jullie zijn. Come on, let's move while they're both busy. Ik ben voor de Tyrannosaurus. Mr. Kirby, there's no such thing as Kirby Enterprise. It's Kirby Paint and Tile Plus. The plus stands for bathroom fixtures. We're in the Westgate Shopping Center, Enid, Oklahoma. Billy, we'll go back to Clay and salvage what we can. Can we make for the coast? Dr. Grant, we're not leaving this island without our son. Then you can go and look for him. Huh? You're not really a mercenary, are you? I never said I was. So, what do we do? We search for your son. In the direction that they're going. Excellent, excellent. En nu zijn we op de plek van inslag. Eric! Eric! En ze beginnen weer te schreeuwen. We're gonna find him. You listening to me? We're gonna find him. Nou ja, die mensen zijn dus niet al te snuggen, dat blijkt wel. En dat is best irritant. Bovendien, zo, hallo. Bovendien, dat jongetje is 8 weken geleden daar zoek geraakt op dat eiland. Dus het is natuurlijk logisch dat Dr. Grant denkt bij zichzelf van ja, hallo. Waar zoeken we nou nog naar? 8 weken lang op een dino-eiland. Wij houden het niet eens een paar dagen vol. Maar goed. Wie weet wat er nog gaat gebeuren. Ik weet het natuurlijk allemaal. We zien het allemaal vanzelf. Hops, oké. Ik sloop alles. We gaan weer op zoek naar dingen waar we wat mee kunnen. Hier zie ik iets met wieltjes. Moeten we er nog wat van gaan maken? Nee, dat waren gewoon wieltjes, verder niet. Dit moeten we straks waarschijnlijk openslaan. Open trekken, denk ik. Oké, hier is een boom, daar kunnen we niks mee. We verkennen rustig verder. Ah, daar moeten we schieten. Nou, doe je ding, schiet dat naar beneden. Nou, dat was niet helemaal goed. Nu wel. Oké. Wat maken we hiervan? Juist, daar kan de man dan wat mee. Dat gaan we zeker ook zo meteen doen. Maar die aanpak die ik hanteer van alles kapot maken, is kijken wat er allemaal is voordat we doorgaan, die werkt tot nu toe hartstikke goed. Nou, goed zo. Wij gaan naar Amanda. En die mag hier even aan gaan hangen. Oh, nee, kom op. Dit kun je. Dit kun je. Ik heb het meer tegen mezelf trouwens hoor. Can you get across to the wreckage? I think so. Oké, nu gaan we overspringen. Hey, there's some luggage stuck up here. Someone will need to cut it down. Dat kan de Dr. Alan Grant wel, maar niet voordat wij hier de pool hebben verkend. Want hier moet wat gebeuren, juist. Dan douwen we dit naar voren. Ja, kom op. Oké, wat maken we hiervan? Een katapultsysteem weer? Of een wipwap? Oké, prima. Goed, daar gaan we dan. En nu ga jij zorgen dat hij naar boven kan. Juist. Want hij kan hier aan snijden. Dan komt hij de toestand natuurlijk naar beneden zetten. Ah, dat brengt hem zo naar buiten.
Handig. Ja, dat moeten we hebben dus. Kan ik zelf ook in? Denk het wel, hè. Juist. Goed. Oké, ik maak even de bagage kapot, want niet dat we dat nu nog nodig hebben. Ik pak dit ding op en we gaan eens even kijken wat we gaan opgraven. Is dat een gitaarkoffer? Oké, ik kan er niks mee. Wie kan er wel wat mee? Hi. Let's see what else there is around here. Zij is maar aan het rollen met die megafoon. Juist, oké. Can you do something with these, Dr. Grant? Nou, dat weet ik wel zeker dat hij dat kan. Een trampoline. I guess I'm up next. Oh, Billy is nu aan de beurt. Het is het niet zelf al zegt. Oh ja, hij moet klimmen hier. Hij zag het nog eerder dan ik. Hey, there's a parasail up here. Can you fly one of those? Maybe. As long as the sail's not torn. Ah, oké. We hebben een parachute. En wat gaan we daarmee doen? We gaan de sprong daar naartoe maken. Oké. I guess I can then. Nou, perfect. Goed. Dit ding kunnen we een zet geven. En nu val ik zelf weer naar beneden. Maar dat maakt niet uit, we kunnen waarschijnlijk nu ook weer naar boven met z'n allen. Met dit systeem. Alright. Hij kan daar aan slingeren. Thanks, Mr. Kirby. Oké, en dan gaan we terug naar Billy. Die kan helemaal hier naar boven. En wederom kan hij met zijn parachute wat gaan doen. Hij heeft hem nu weer ingevouwen om zo de sprong te maken. Maybe through those vines? Het vliegtuig ligt echt daadwerkelijk overal. Oké, ik zit nu een beetje vast hier. Oh. Oké, kunnen we hier wat mee? Nee, ofwel. Nou, nu nog niet. Misschien straks. Ja, nu pas. Ik heb nog wat onderdelen nodig, blijkbaar. Ik moet even de neus van het vliegtuig gaan gebruiken om wat mee te doen. Kijk nou dan, wat een leuk dinootje die gebouwd heeft. Hier hebben we de dokter voor nodig, dus hier drukken wij nu tegen het groene ding aan. Watch out! Perfect. Oké. Goed, Dr. Grant. Even de kant, yes. Oh, je kunt nog een foto maken. Ik geloof dat iemand met een fotostel bij ons hebben op dit moment. Ofwel. Heeft hij een fotostel bij zich? Ja. Kijk eens. Dat hebben we mooi even gedaan. Dr. Grant, die moeten we hebben. Want, die moet hier even wat doen. Nee, niet. Die kan daar niks doen. Maar wie kan er dan wel? Kan hij dit? Ook niet. Misschien onze grote vriend de Ranger. Ook niet. Nou, dan denk ik dat we gewoon daar nog niks mee kunnen op dit moment. Maar daar wel. En dan kunnen we verder. Oh, zo. Dat zijn van die gezellige dingen. Roepen eens op jullie. Weg, waar zie jij? Zo. Oké, opgelost. Hier hebben we een klein persoon voor nodig om erheen te gaan. Die hebben we nu niet. Dus dat betekent dat we hier zo tegen gaan doen. Kijk! En zo wederom. Slopen van dingen, dat loont. Daarvan word je een echte overlever. Alright, hier zit wat achter. We hebben jou nodig en je mag ook even dit naar beneden schieten. 1 van 3. Oh, die andere heb ik niet echt gezien nog. Dus waarschijnlijk heb ik er al wel 1 gemist, vermoed ik, of 2. Nou, ga eens even aan de kant, want ik moet eventjes iets opzoeken. Zo, dat is een eind weg.
Oh, we zijn er bijna. Kijk eens aan. Video camera. It's pretty beat up though. Een gigantische camera. Maar we gaan even kijken naar een film. Hey, no, 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 I want that. Hey, let me take that. Let me take that. Hey, come on, give me that. Come on. There's a clip. There's a big clip. Camera's still on. He's alive. I know he's alive. Nou, dat is een mooie cliffhanger voor de volgende keer. De Spinosaurus. Die hebben we weer gehaald. Lekker gescoord ook weer. I'm loving it. Nou, dan weten we in ieder geval met welke dino's we de volgende keer te maken hebben. Maar voor nu zit het er weer op. Zo, ik sla het allemaal even lekker over. En we gaan het verhaal vervolgen. Nou, dan zijn we hier. Waarschijnlijk in de buurt van de Raptors. We gaan het volgende keer wel zien. Ik wil bedanken voor het kijken. Je duimpje omhoog is ontzettend welkom. Deel de video met mensen waarvan je denkt dat ze het leuk gaan vinden. Laat even weten wat je ervan vond. Ook altijd leuk om te lezen. En ik zie je dan dolgraag de volgende keer weer terug. Bye bye.